Goedemorgen. Ik schreef, waar trekt mijn gezicht zuur van? Denk ik, ik heb geen idee. Ik heb reacties gekregen op de citroen met kurkuma die ik elke ochtend pak. En ik vind het ja, goed te drinken, maar er zijn een aantal mensen die toch wel terug hebben gestuurd van God, ja, dit is niet mijn ding, veel te zuur en dan op lege maag. En toen ben ik op zoek gegaan naar alternatieven en dan kwam ik uit bij appelazijn. En op de Ethos site heb ik vanmorgen een heel stukje zitten lezen over wat het voor je kan doen. En zij schrijven ook appelazijn, appelsiederazijn of appelsieder, is er een verschil? Nee, het zijn gewoon drie benamingen voor hetzelfde product. En waar kan het mee van pas komen? Je kan ermee ontgiften. Nou, dat is ook weer hartstikke goed voor mij. En je kan ermee afvallen. Ja. En waar is het koop? Nou, gezondheidswinkel, drogisterijen, supermarkten, biologische supermarkten. Zelfs de apotheek heeft appelazijn in het assortiment. En zij schrijven 200 ml water en 2 theelepels appelazijn. En ik ben heel benieuwd of het smaakt. En ik ga dit denk ik een week of zo doen. En dan kijken ook weer wat het voor mijn huid doet. En poof, er komt wel een bijzonder luchtje vanaf, moet ik al zeggen. En ze schrijven ook wel, appelazijn biedt ondersteuning bij het afvallen, maar het is geen wondermiddel. Als je je eetpatroon niet aanpast, van ongezond naar gezond eten en eventueel van bewerkt naar onbewerkte voeding, begrijp je niet per se sneller je streefgewicht. Nou, zover was ik ook al. En gisteren hebben we heerlijk gebarbecued, want mijn man heeft een fantastische nieuw ei gekocht. En ja, ik kan wel wat ondersteuning gebruiken, dus proost. Lekker is anders. Maar het zal vast dan wel helpen. Fijne dag vandaag en tot de volgende keer.